De 9e editie van de Verkeersveiligheidsmaand is vandaag door justitieminister Kenneth Amoxie afgekondigd. Het thema voor dit jaar is geef voorrang aan gezondheid en veiligheid. Minister Amoxie zegt dat gezondheid en veiligheid elkaar overlappen en benadrukt de verantwoordelijkheid van de ministeries van Volksgezondheid en Juspol. Het thema maakt duidelijk dat zelf economie niet zonder meer voorrang heeft op gezondheid. En dat omwille van onze gezondheid bepaalde en andere veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Voldoende afstand houden geldt ook in het verkeer. Stoppen met de gebruikelijke manier waarop we dingen doen, heel erg belangrijk om niet in aanvaring te komen met COVID. Het aantal besmettingen tegen de achtergrond van de ernst van COVID maakt duidelijk hoe moeilijk het bereiken van het gewenste verkeersgedrag is. Sancties, geboden en verboden kennen we al lang in het verkeer. De sleutel ligt hem in onze bereidheid de regels na te volgen. We verwachten in beide situaties dat anderen zich veilig moeten gedragen ten opzichte van ons, dat onze eigen verantwoordelijkheid bewust minder wordt gezien dan die van anderen. Minister Amoxie zegt dat de COVID-maatregelen en de snelheidsbeheersing van groot belang zijn voor het veilig maken van het sociaal verkeer en het wegverkeer. Hij wijst erop dat de eigen veiligheid en dat van anderen in gevaar brengen grote risico's kan hebben voor elkaars gezondheid. Intussen weet u dat in beide situaties de aanwezigheid van de politie gewenst is op het niveau van de handhaving en om de medische diensten te ondersteunen als het misloopt en waar dat het geval is geweest. Zonder mond- en neusbedekking mag u niet meer in openbare gesloten ruimtes, zonder seatbelt niet meer op de openbare weg. Daar gelden de stoptekens voor handelingen waaraan we niet mogen wennen, bijvoorbeeld rijden door rood. En hier krijgen we de tekens om te stoppen met handelingen die we gewend waren te plegen. Uitgerekend dit jaar, het einde van het decennium van actie voor verkeersveiligheid, zien we een drastische verandering in ons sociaal verkeer met implicaties voor het openbare wegverkeer. We snakken ernaar om over te gaan tot de orde van de dag. Maar hoe veilig willen we dat doen? Gaan we nu echt ons gezond verstand gebruiken? Later deze maand komen wij als ministerie met een informatieve sessie met een verantwoord aantal actoren om aan de samenleving te vertellen waar we staan met ons verkeer en hoe we de veiligheid ervan beleidsmatig zullen verhogen. Minister Kenneth Amoxie, hij heeft vanmorgen de 9e verkeersveiligheidsmaand afgekondigd. De verkeersveiligheidsmaand duurt tot en met 15 september.